my act. Pull up in your city, asking about my back end. I'm pulling out your girl, tell me put it back. Gaan we doen, chef? Gaan de Nintendo 64 erbij halen, die ik 17 jaar geleden gekocht heb. Oude herinneringen ophalen. Yes. Spelletjes kostte toen de tijd 180 gulden. Ik weet niet hoe gek mijn ouders ooit hebben kunnen krijgen om er zoveel moeten kunnen halen. Maar we gaan het allemaal testen. Kijken of het net zo leuk was als kind. Welke spellen heb je allemaal? Kan je die eens even laten zien? Ja, de klassiekers. Road Rash, elkaar van de motor aftrappen. Super Smash Brothers. Geweldig spel met Pokémon, alles erin. Zelda, ook een klassieker. Welke speelde je nou het meest? Ja, sowieso Road Rash. En Super Smash Brothers, maar mijn broer maakt hem altijd af. Dus. En deze moet je niet vergeten, GoldenEye, James Bond. Echt een klassieker. Freaks, I'm getting to the binges, I be putting it in the kit. Addicted to the money, smoking loud with my prescription. Look at my position, man, I started out local. Now I got my own shows and I don't need to get cold. I'm a boxer, still on the field. Photos of me posing like Jodeci, poetry. Me and two girls, man, you know it's like poetry. I tell them hoes, good night, go to sleep, 40 deep. Welk level wordt het, Sid? Ga naar de facility. De WC. You don't grind, you don't eat, check the logo. Duffel bag full of cash, I'm hard like a porno. My sweater come from Polo. Swear her, that's a no-no. And no, I'm not from DC, but bitch, you gotta go-go. I'm hard on them, no homo. Pause, smoke mo. Pause, smoke mo. I need to take a photo. Camera ready when I walk, got the front door. Last name, respect. First name, up mo. I'm ride. Is het spel nou echt minder leuk omdat het iets minder mooi is? Nee, het is eigenlijk alleen maar leuker. Nou, chef, vond je ervan Road Rash weer te spelen? Ja, ik vind het leuk omdat ik het gewoon vroeger heel vaak gespeeld heb. En gewoon dat eerste sentiment, ik haal al die herinneringen weer naar boven. Met mijn broer, met mijn zusjes, ik ben altijd het beste daarmee en alles. Het is gewoon leuk. En ja, 1,5 meter kabel. Mega controller, ja, ik weet niet, het hoort er een beetje bij. We zijn gewoon meteen met de tijd veranderd en ja, het is nou eenmaal nieuwer en mooier tegenwoordig, maar ik vind niet dat dat deze kwaliteit doet afdoen. Nee, dat vind ik ook eigenlijk niet. Ik heb eigenlijk hetzelfde met 007. Gewoon nog steeds een vet spel, ondanks, ondanks dat we nu Modern Warfare spelen waar alles HD is en zo. Het blijft gewoon vet, inderdaad, ja, de herinneringen die je eraan hebt. Ook de oudste bordspellen zijn gewoon leuk, omdat ze gewoon de herinneringen die meedragen, ja, dat sowieso. Nu gaan we het zo spelen. Ik denk dat het zelf aan het komen.